mensen. En wat ontzettend leuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week. En wat ziet hij eruit, hè? We hebben een duikbril op. We gaan namelijk deze week maken een zwemmen in Bacardi Lemon. Inderdaad, wat heb je daarvoor nodig? Natuurlijk, de Bacardi Lemon. We hebben daarvoor nodig de Hartenveld citroenjenever. En we hebben daar ook nodig, om het nog citroenerig te maken, de Limoncello. Nou, meer citroenen hebben we niet. En met die Bacardi Lemon, daar gaan wij dus ook mee beginnen. Het shotglas mag je tot de helft vullen met de Bacardi Lemon. Tot de helft. En dan mag je de citroen jenever vullen tot bijna het volle shotglas. Zodat je zo meteen ruimte krijgt voor nog een paar druppeltjes van de Limoncello. De Limoncello zou ik niet te veel van doen. Want de Limoncello is wat dikker dan de citroenjenever en de Bacardi Lemon. Waardoor, als je daar te veel van in doet, dan wordt het hele shotje eigenlijk een soort troebel, niet uitziend drankje. En je weet dat uit mijn motto, het mag wel lekker smaken, maar het moet er ook nog eens lekker uitzien. Dus het laatste beetje, heel voorzichtig, de Limoncello erbij. Druppel, 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 druppel. Je ziet het al, dat hij een beetje troebel wordt. En net als je denkt van, we kunnen er niet doorheen kijken, dan weet je, ik heb genoeg Limoncello en dan heb je een heerlijk shotje van de week. Voordat ik deze zure massa naar binnen ga gooien, zou ik zeggen, vind je het net zo lekker als ik? Ik moet het nog proeven, dus ik kan het nou nog zeggen zo lekker als ik. Doe even je duimpje omhoog. Zit je te kijken en je denkt, Maarten, ik weet ook een lekker shotje. Laat hieronder de commentaren dan achter welk shotje dat moet zijn. Dat is volgende week misschien wel jouw shotje. Het shotje van de week. Voor deze week zeg ik, proost! We gaan zwemmen in Bacardi Lemon. Een shotje hier, een shotje daar. Het is niet tijd voor shotjes.